Let's take a closer look at the pilot sites of the iCare for Farms project. The project has set up 4 pilot sites, 2 in France, 1 in Belgium, and 1 in the Netherlands. 2 of the pilot sites use the hot water for animal feed. 1 uses the hot water to heat a farm building for animals, and 1 provides heat to an AD facility. The first pilot site was launched in 2021, and the other sites followed in 2023. The material was provided by Fengtech, and external companies were brought in to install the systems. Frédéric Vaucel, je suis installé depuis 2011. J'ai créé l'atelier Votre Boucherie en 2018. Je cherchais une solution pour diminuer mes coûts de propane. Et donc, ça me paraissait une solution adaptée pour mes besoins. Je trouve que c'est un procédé hyper simple en fait. On chauffe l'eau, on utilise l'eau chaude. Le site pilote, du coup, c'est enrichissant d'une manière technologique parce qu'on va avoir plein de visites. Et puis découvrir plein de choses. We zijn vandaag op een van onze locaties in Herselt, dat is in België. We zijn een pilootproject en nemen deel aan de iCare for Farms. Ik ben Emily Laremans, ik ben kalverhouder. Samen met mijn ouders hebben wij 4 vestigingen kalverhouderij en daar staan wij vandaag op één van. Binnen het bedrijf ben ik vooral verantwoordelijk voor de kalveren zelf. Het voeren en het opvolgen, de bestellingen van de 4 vestigingen. Ook opstart, slacht, eigenlijk binnen alle verantwoordelijkheden, ook administratief, draag ik een heel grote rol binnen het bedrijf. We hebben zeker meegedacht, niet alleen voor het project, maar ook tijdens het project. We hebben een extra warmtebuffering gemaakt dat in principe niet bij het project verbonden was, ondergronds, en ook een extra buffer daarna. Maar tijdens de bouw van het project zijn er ook heel veel sturingen en extra's en onverwachte vragen gekomen waar we toch samen met de mensen waar ik mee samenwerk van ons bedrijf heel veel informatie hebben opgezocht om het zo goed mogelijk en best te bouwen. Ja, ik hoop alvast op een goed rendement op ons bedrijf. Ik hoop natuurlijk ook op een financieel rendement. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Het blijft natuurlijk ook een pilootproject. Maar vooral hoop ik dat we met dit pilootproject en het CO2-neutraal produceren voor de toekomst toch wel een toon kunnen zetten en dat er wetenschappelijk iets uitkomt waar we op lange termijn binnen de sector kunnen op verder bouwen. Ik ben Hans Nijkamp, ik ben 55 jaar, getrouwd met Herma. We hebben samen 3 kinderen. 2 jongens die zijn voornemens om verder te gaan met de boerderij. We melken hier een 200 koeien en hebben een 85 stuks jongvee om de melkkoeien te vervangen. We gebruiken een 120 hectare land, dat is allemaal voor de voederproductie voor het vee. En waarom zonneboilers? We hebben hier een vergister staan en die moet op temperatuur gehouden worden. Nou, dat kun je op verschillende manieren doen, maar ons bedrijf heeft wel een behoorlijke duurzaamheidsmodus, zeg maar. En dit is weer een mooie stap om duurzame warmte in de vergister te krijgen. Als sector zijn we continu bezig om te verbeteren. Het zal nooit optimaal zijn. Met voedsel produceren hou je altijd wat verliezen. Maar we zijn continu aan het schakelen. En Nederland loopt er een verder voorop. En ik zie met die zonneboilers weer een stap om verder te verduurzamen. Maar daar zal het niet bij blijven.
Ludovic Kosnik, je suis gérant de l'ERL La Haute-Brosse. Je suis installé depuis 2012 sur un élevage de 283 naissants graisseurs. Donc j'ai un poste de sevrage de 1200 places qui fonctionnait auparavant avec des radiants électriques et un complément de plancher chauffant à gaz. Et donc on est en train d'installer une centrale solaire avec Fentech pour arrêter la consommation électrique pour les chauffages du poste de sevrage et ne chauffer qu'avec de l'eau chaude. Donc on va augmenter la quantité d'émetteurs dans les postes de sevrage à base d'eau chaude pour pouvoir subvenir aux besoins des ports solaires. L'objectif est de réaliser une économie de 50% hein, des frais de chauffage du poste de sevrage de 1200 places. C'est une installation aidée par le projet ICARE for Farm. Et donc il y a toute une instrumentation qui est mise en place pour mesurer l'économie réelle de cette installation. The pilot sites are all now up and running and being monitored closely. You can follow their progress on the ICARE for Farms website.